Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 47 hier in Nederland. Heb je de vorige video in België gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We werden daar constructeurskampioen na weer een 1-2'tje. Ik verwacht weer hetzelfde. Nederland is altijd een tricky circuit. Wij hebben er één keer gewonnen, Verstappen dus ook. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat opbrengen voor ons. Zeg ik dat goed? Hebben wij gewonnen in Nederland? Weet ik niet zeker. Maar goed, zo niet. Wordt dit onze eerste keer. Zowel, dan hebben we al een keer gewonnen. Volgens mij werden we in seizoen 2 derde, als ik dat goed zeg. Dus we hebben niet gewonnen. Dus dat verwacht ik dit keer wel. Ik verwacht weer een hevige strijd met Verstappen. In Spanje was dat niet anders. In België was dat niet anders. Het is eigenlijk heel dit seizoen heel spannend bij mijzelf en Max. Maar goed, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je enkele video meer van me mist. Like die als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media en gebruik ze hem in de beschrijving. En dan gaan we lekker door met de kwalificatie natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1. Bewolkt hier in Zandvoort, maar er is geen regen voorspeld. Ik verwacht hier een lastige kwalificatie. Zandvoort is niet echt het circuit wat mij goed ligt. Ik denk dat Verstappen hier naar de pole position gaat. Maar er kan van alles gaan gebeuren. Geen regen voorspeld, gelukkig. We komen aan bij de laatste paar bochten op het circuit. Iets te wijd. En wat grind mee, maar het is geen probleem. DRS open gezet. En dat is een P9 met paars in sector 3. Op ruim 3/10 van George Russell op P7. We gaan een tweede run doen in Q1. Want we zijn door naar P13 zelfs verwezen. Dus dat zou betekenen, als we nu niet rijden, dat we in de gevarenzone zitten voor Q2. Rood in sector 1, groen in sector 2, zijn 1,4 seconden onder onze eigen tijd. Ongeveer 20 seconden nog op de klok, zie ik rechtsboven in beeld. En dat is paars in sector 3 en we komen op 2/10 van Ricciardo, P6. We zijn aanbeland bij Q2, weer bewolkt, geen regen voorspeld. Ik had verwacht van wel, maar blijkbaar dus van niet. In de race dus ook geen regen. We moeten het hier gewoon goed aan gaan doen op dit lastige circuit. Lance Stroll met de snelste tijd en wij noteren paars in sector 1. Krijgen een track limits waarschuwing, maar dat is geen probleem. P4 op dit moment met geen tijd. En wij gaan naar een P2, komen op 16e van Verstappen en die rijdt zelfs op de medium compound. Dus, dat belooft nog wat. We gaan er nog een keer voor gaan zitten. Waarom? Ik wil graag proberen om misschien wat sneller te zijn dan Max. Die heeft zijn tijd ook op de soft banden, Nog steeds op de mediumbanden staat Verstappen. Wij doen het extreem rustig aan. Gaan hier bijna letterlijk stilstaan. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar ik wil gewoon de ruimte krijgen. We moeten ook niet te lang wachten. Want daar rijdt een Aston Martin achter ons. Dat zie ik op de kaart. Die is nu bij sector 3 aanbeland. En nu gaan wij het gas intrappen. En gaan wij misschien kijken of wij een positie kunnen gaan stijgen. Met nog ongeveer een minuut op de klok. Missen een klein beetje de apex bij de Tarzanbocht. Jurgen Holtenbocht. Oeh, klein momentje daar, oh. Klein momentje. Kom aan bij de Arie Luijendijkbocht. Een lange doordraaien naar rechts. Met een kombocht als gevolg. Groen bij de Delta. DRS weer geopend. En dat is nog steeds een P2 met paars in sector 3, komen 2/10 tekort.
We zijn aanbeland bij Q3, het laatste deel van de kwalificatie. We gaan naar buiten als enige met een 1 run. Ik wil het hiermee gaan proberen om zo hoog mogelijk te komen, want ik heb al mijn setjes soft al verbruikt in de kwalificatie. Dus dit is ons laatste setje nieuwe soft banden die er zijn. Dus daarom ben ik er zo laat mogelijk uitgegaan. Neem maar alles tot nu toe goed. DRS hier weer geopend. Met nog ongeveer 4 seconden op de klok. En dat is een P7. Op 64.000ste van Lewis Hamilton. Ricciardo pakt P5 af. En wij kunnen nog een tweede run gaan doen. Op zoek naar verbetering. Maar ik denk niet dat dat eraan zit te komen. P10 bovenop onze eigen tijd. Dat is inmiddels een P9 geworden. Met ruim 17e als gevolg. En ik denk dat dit hem niet gaat worden, mensen. Nee, want we maken een fout. En dat is einde run Q3. Onze tweede run mislukt. Dat betekent Verstappen pakt de thuispool. En wij op 1,1 seconde na P9. Dit is fucked up. Anyway, Bottas naar P2, Charles Leclerc op P3, Norris 4, Hamilton 5, Ricciardo 6, Sainz 7, Perez 8, wij dus op P9 en Guan Yuzhou P10. Dit was dus de grid van Q3, de uitslag van Q3. Laten we lekker doorgaan naar de race voor carrière aflevering 47. For years, the passionate Dutch fans have been easy to find trackside at races across Europe and throughout the world. Now at long last, they have a Grand Prix to call their own. It's a warm welcome once again to all of our viewers in the Netherlands and around the globe as we get underway for the Dutch Grand Prix. 4 lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit, with plenty of peaks and valleys over the course of a 2.6 mile lap, which will demand absolute concentration from our drivers here today. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about the professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Hamilton, Daniel Ricciardo, and Perez, the Professor, Joe, Russell, and Esteban Ocon, Bottas, Gasly, Yuki Tsunoda, and Giovinazzi, Stroll, Armstrong, Carlos Sainz, and Callum Ilott, Latifi, Mick Schumacher, Lundgaard, and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Neem niet te veel risico, ondanks je thuiswedstrijd, adviseert Jeff. Moeten we zeker niet doen, want dit kan een belangrijke wedstrijd voor ons zelfvertrouwen zijn. 36 rondes lang moeten wij gaan pushen voor misschien wel die leiding. Soft hard is de strategie, neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 47 hier in Nederland. Voor onze thuiswedstrijd in F1 2021 My Team Career Mode Seizoen 3 in Zandvoort. Aflevering 47 is onderweg en we komen goed van onze startplek. Perez is goed weg. We knijpen hem al gelijk af richting die muur en we moeten hem laten gaan. Hamilton en Perez maken contact. Wij kruisen achterlangs terug bij de Mexicaan. En het is 2-1 omdat daar ook Ricciardo zat. Kijk hier aan de buitenkant bij Lewis Hamilton. Gaan die meer snelheid meenemen? Jazeker, en die aanval is gelukt. Dat is goed om te zien. P4. Nu op naar Lando Norris voor dat podium. Verstappen rijdt al weg van Charles Leclerc. Ik wou Carlos Sainz zeggen, maar het is Charles Leclerc en wij maken hier een fout. We prutsen het helemaal. En Ricciardo en Hamilton kunnen van mij profiteren. Daar gaat dan de openingsronde. Proberen niet terug te kijken bij de Australiër. Hij gooit die deur aan de buitenkant dicht. Lukt niet, dan hier misschien op dat rechte stuk proberen. Meer snelheid meenemen. Ricciardo, laat hem staan, maar wij remmen laat en dat is P5. Volgende heet dan Lewis Hamilton.
Kijk wat die dan gaat doen. En Verstappen gaat ronde nummer 2 alweer in. En wij hier aan de buitenkant. Bij de Arie Luijendijk-bocht. Prachtig gedaan. En dat is P4. Verstappen zet de snelste tijd neer. En wij zetten de snelste sectortijd neer in sector 3. De volgende heet dan Lando Norris. Maar Verstappen is los. Rijdt ook op die medium compound. Dus gaat een andere strategie doen dan de rest van het veld. Dus voorlopig heeft Verstappen de touwtjes in handen. Hij gaat het proberen bij Lando Norris. Lukt het hier dan aan die binnenkant? We zetten hem ernaast. Dat lukt. Dat lukt. En zet de paars in sector 1 neer, maar hadden de auto daar bijna verloren. Op het podium is het. P3. We zitten in ronde nummer 4 als het geel is. Bij start-finish. Er rijdt daar iemand langzaam en er gaat iemand uitvallen. Dat is een Alfa Tauri van Yuki Tsunoda volgens mij. Die daar stilstaat. En ook die Red Bull rijdt helemaal achteraan. Dat is volgens mij Perez. Yes, het is Yuki Tsunoda die de strijd hier moet staken. Wij zitten aan te dringen bij Charles Leclerc voor P2. Maar moeten Lando Norris van ons afzien te houden. Herhaling van de start met Verstappen op pole position. Wij dus wat van achteren. We kwamen onderweg. En we waren goed weg. Jazeker. We moesten daar even Perez laten gaan. Kruisen hier achterlangs dan terug bij de Mexicaan. En zo hadden we die plek veroverd. Ook hadden wij Ricciardo te gazen genomen. Kijk hier aan de buitenkant bij Lewis Hamilton. Neem hier meer snelheid mee. En zo was die positie voor ons. Zo was dat P4 en Verstappen rijdt aan de horizon. Die gaat verdwijnen aan de horizon bedoel ik. Herhaling van Yuki Tsunoda in ronde nummer 4. En bij start-finish geeft de Honda motor het op. Yuki Tsunoda uitgevallen dus in ronde nummer 4. Moet de strijd hier staken in Zandvoort. Hij moet daar echt even oppassen dat auto's hem daar niet raken. En dan zet hij hem hier stil. We zitten in ronde nummer 6. Als we daar Charles Leclerc aanvallen voor P2. Maar we schieten een klein beetje door. Charles Leclerc kan terug aanvallen. Het is weer geel in sector 3 dit keer. Er staat een Aston Martin stil. Die is volgens mij rechtdoor geschoten. En komt gevaarlijk terug die baan op. Maar wij hebben ook trouwens de snelste raceronde verbeterd naar een 1.11.8. Herhaling dus van Charles Leclerc. Wij kwamen in één keer aan de rechterkant en Leclerc weet dat. Probeert hij hier nog terug te komen, maar dat lukt niet. En zo was P2 van ons. Ronde nummer 14 is het. En ik ga naar binnen voor de laatste keer stoppen. Krijg de auto maar net genoeg afgeremd. Norris, Leclerc, Hamilton al naar binnen geweest. Wij gaan in ronde nummer 15 naar de harde band. En Verstappen moet nog een keer naar binnen en heeft al een seconde of 11 voorsprong. 1,9 is de pitstop, bloedsnel. En we komen mooi terug als P2 op het circuit weer de baan op. Hopen dat wij nu een goede outlap kunnen krijgen en dat Verstappen zijn pitstop misschien mislukt. Ik noem maar wat. Zodat wij P1 veroveren. Nog 21 rondes te gaan. Een lange wedstrijd voorlopig. We zitten in ronde nummer 16. Als we daar dan Verstappen hebben, want die is net de pitstraat uitgereden. En we hebben dat gat gewoon gedicht. Het gat is nu 1,7 seconden en Verstappen heeft last van achterblijvers. Wij hadden er even maatspan op een ronde gezet. Nou, Verstappen rijdt weer van ons weg. 2,4 seconden is het. Ronde nummer 18 alweer. We zitten op de helft van de grote prijs. Het gat naar Verstappen is 2,5 seconden. Nee, inderdaad, trouwens, die bocht wat af. Dus hopen dat jullie dat niet gezien hebben, maar goed. Het gat is 1,8 seconden naar Max. Lundgaard wordt ook op een ronde gezet, zie ik. Gaat mooi aan de kant. Nee, gaat niet mooi aan de kant. Christian, wat doe je? En wij noteren wel de snelste raceronde met een 1.11.2. Ziet er een klein beetje door. En het gat naar Max is 1,7 seconden.
We zitten in aan het einde van ronde nummer 19 als we daar Nicolas Latifi ook op een ronde zetten. En wij zetten paars in sector 3 neer, maar komen 2/10 tekort op onze eigen tijd. Dat gat naar Verstappen is 1,1 seconde 19e. Dus we zitten te pushen met nog 16 rondes te gaan. Ho, 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 ho. We moeten het zo clean mogelijk zien te houden. Ik probeer van alles om dat gat te dichten. Daar is ook Callum Islet op een ronde gezet. Jazeker. En komen 15e tekort op onze eigen tijd. Gat naar Verstappen is 1 seconde. Ronde 21 van 36. Nog 15 rondes te gaan. Opvallend dat er nog geen safety car is. Had ik wel verwacht. We zetten weer de snelste race ronde neer met een 1.11.1. Zijn 72.000ste sneller. En we zitten nu binnen schootsafstand van de DRS. Dat gat is 18e. Dus Verstappen merkt aan zijn banden. En wij kunnen nu naar onze landgenoot toe rijden. Voor de overwinning. Met nog 14 rondes te gaan. Einde ronde nummer 22. Begin ronde nummer 23. Als wij weer de snelste race ronde noteren. Met een 1.11.1. We proberen diep in te remmen. Ik zie daar achterblijvers rijden. We kunnen hiervan profiteren. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Verstappen verremt zich hier een klein beetje. Gaat langzaam rijden. We kijken aan de buitenkant. En Verstappen wordt opgehouden. Verstappen wordt opgehouden. En wij pakken de leiding af in de grote prijs van Nederland. Door een foutje van een achterblijver. Profiteren wij ervan. Met nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd. Zeg ik dat goed? Nee, 13 rondes te gaan. En Verstappen zit er weer dicht op en gaat nu proberen een tegenaanval te doen om die leiding weer te heroveren van ons. Maar wij gaan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dat mislukt. Zo moet ik het even zeggen. Giovinazzi, ook op een ronde gezet. En Verstappen is hem al voorbij. Stroll, ook op een ronde gezet. En dit keer moet Max even van zich afzien te bijten. Door die achterblijver, dat gat is 19e alweer. Stroll is mooi aan de kant gegaan. We zitten nog steeds in ronde 23, want dit is een herhaling van wat er gebeurde. Verstappen wordt hier opgehouden door Pierre Gasly. Alweer, jazeker. Pierre houdt weer Verstappen op, want in Hongarije was het ook al raak. Daardoor wonnen wij eigenlijk de wedstrijd, dankzij Pierre. En dit is eigenlijk ook precies hetzelfde. Dan kan Verstappen hier niks. We zitten in ronde nummer 25 alweer. Begin ronde nummer 26. Het gat naar Verstappen is 17e. Norris op 25 seconden gereden ongeveer. Dat is enorm groot. We komen hier weer een groepje achterblijvers zo meteen tegen. Met Sainz, Ocon, Alonso. Sainz gaat mooi aan de kant. En het gat naar Verstappen is 1,2 seconden. Krijgen helaas een track limits waarschuwing. En noteren paars in sector 1. 2/10 sneller. Russell is dat in de Alpine. Alonso is trouwens weg bij Alpine, want die is met pensioen. Ocon op P9 wordt ook op een ronde gezet. Dus de hele top 10, sorry. Alleen nog de top 8 zit nog binnen dezelfde raceafstand. Maken een klein foutje, maar zitten wel groen in sector 2 neer. Met nog 10 rondes te gaan. Verstappen weer klem achter een achterblijver. Het gat is 1,3 seconden. En wij noteren weer de snelste raceronde. Gaan naar een 1-10-9 Bottas. We remmen diep naar Valtteri Bottas. En Bottas probeert terug te komen. En wordt daar gewoon op het grind geduwd door ons. Waarom, Valtteri? Je moet dat niet doen. Je moet dat niet doen. Je had al lang aan de kant moeten gaan. Eigenlijk had hij naar de rechterkant moeten gaan. Alleen dat deed hij niet. En ik was er niet mee eens. En duwde Valtteri gewoon van de baan. Beetje egoïsme, maar goed. We zitten in ronde nummer 29 alweer. Nog ongeveer 7 rondes te gaan in de wedstrijd. Maak een klein foutje en nemen dat 100 bord mee. Dat 100 rembord nemen wij mee. Verstappen krijgt achterlangs langs. Kruist achterlangs. En zit ernaast. En is er voorbij. Remmen diep. Lukt dat? Nee. Jammer. Verstappen wel een momentje op de exit. Zijn achterwielen gaan naar de rechterkant.
De achterkant breekt uit. Heeft dus een momentje overstuur. En wij gaan hier proberen om hier weer DRS te krijgen. Slipstream te pakken. Overtakeknop in te schakelen. Kijken naar de buitenkant. Het is heel close tussen ons tweeën. Verstappen kijkt naar de buitenkant weer. Maar wij weten die plek nu echt te behouden met nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. Gatna is 3/10 na Verstappen. En gewoon bijna 30 seconden naar Lando Norris. Blauwe vlaggen worden gezwaaid aan het einde van ronde nummer 30. Nikita Mazepin voor een tweede keer in deze wedstrijd op een ronde gezet. Pijnlijk voor de Haas. Guan Yu Zhao op een ronde gezet. Hij rijdt op P7. Guan Yu Zhao op P7 wordt op een ronde gezet. Interessant. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor de achterblijvers. Hier dus een herhaling wat er gebeurde met de strijd tussen mijzelf en Max. Verstappen denkt hier goed te zitten. Maar dan remmen wij hier. Zometeen wat later. Kruisen hier misschien langs. We remmen trouwens helemaal niet later. Excuseer. Zijn aan boord bij mij. En hebben hier een wat meer... Is het een beter gevoel op de baan. Verstappen probeert die binnenkant te verdedigen. Wij kijken naar de buitenkant. En Verstappen is kansloos voor ons. Probeert hij nog terug te komen aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. En zo hadden wij P1 veroverd. Ronde nummer 33. En dat is een touché met Verstappen. We rijden de grindbak op. Verstappen ook in het grind. Vanwege een actie die ik maakte op mijn landgenoot en teamgenoot. Verstappen rijdt weer. Er zit flink wat grind op de banden. Dat merken wij ook, want we hebben last van de omstandigheden. Herhaling wat er is gebeurd. Dit was dus in ronde 32. Verstappen probeerde hier aan te vallen aan die binnenkant. Zat er dus voorbij. Raakt daar net niet die muur. Dan remmen wij naar hem toe. Is het hier heel close. Dan moeten we uiteindelijk opgeven. En rijdt Verstappen aan de leiding met nog 3 rondes te gaan. We zijn dus aan boord bij mij. Kijken hier aan de buitenkant. Proberen meer exit snelheid mee te nemen. Hebben een klein momentje op die curbstone. Zitten hier in de slipstream van Max bedoel ik. En dan ja. Dan toucheer ik Max omdat ik meer snelheid meeneem in die bocht. En krijg de auto niet meer rechtgezet. Waardoor ik tegen de achterkant van Max aanrijd. Want ik heb het er nog een keer even ingezet. Ik wil nog even heel goed zien wat daar gebeurde namelijk. Dit ziet Verstappen namelijk. Ja, ik glij naar buiten. Ja, ik glij naar buiten. En dat is helaas pech. Pech voor Max, pech voor mij. Jammer maar helaas. Blauwe vlaggen worden gezwaaid in ronde nummer 35 alweer. We gaan zometeen de laatste race ronde alweer in. En ik denk dat die actie cruciaal was voor de wedstrijd. Het was niet zo bedoeld. Excuseer. Ik gleed gewoon naar buiten toe en raakte Max. Ja, dit soort dingen kunnen nou gebeuren in de Formule 1. Laatste ronde loopt voor de Grote Prijs van Nederland. We krijgen nog trouwens achterblijvers. Terwijl we gewoon, ik weet niet wat we daar deden. Wat een domme actie deden wij daar dan. Randen gewoon de muur in bocht nummer 1. Daardoor zitten Verstappen wel binnen schootsafstand. Dat gat is 15. De Latifi wordt ook weer op een ronde gezet. Doei doei Nicola. Verstappen binnen een seconde. Dat is Mick Schumacher die voor ons rijdt. En die gaat hier ook mooi aan de kant. Ik denk dat Verstappen net tekort komt. Verstappen komt net tekort. Maar het is hier nog niet gedaan. Zometeen nog een tweede DRS gedeelte. En Verstappen zit er heel dicht op. Wat kan Max hier nog en wat kunnen wij nog? We gooien onze overtakeknop aan om te verdedigen. En Verstappen is hier gezien. Verstappen komt tekort. Vertrok van pole position. Is het niet gelukt om die te verzilveren naar een thuisoverwinning. Wij van P9 naar P1 dankzij een goede strategie en wat kamikaze acties, maar goed, dit soort dingen horen er natuurlijk bij. Winnen wij onze allereerste wedstrijd in Zandvoort. Verstappen maakt er een dubbel Nederlands feestje van. Een 1-2'tje is weer gered. Pakken de maximale score.
En dan gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Italië. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, Crofty, this was won through an abundance of speed and an abundance of skillful overtakes. Inside, outside, cutting underneath, we saw it all today. And it's really nice to see a Grand Prix won in that manner. A race, surely, that will satisfy the purists today, I think. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de grote prijs van Nederland. Wij winnen dus onze thuiswedstrijd, pakken ook dus nog het resultaatpunt. Verstappen naar P2. Norris op het podium. Sainz krijgt driver of the day. Charles Leclerc P4, Hamilton 5, Ricciardo 6, Kwang Yu Zhao 7, Sainz 8, Bottas 9 en Ocon op P10. Perez op P11 komt tekort. En één uitvaller, Yuki Tsunoda. 172 punten verschil naar Verstappen en 300 punten verschil naar McLaren. En ik denk dat we in Italië ook gewoon weer richting die titel gaan. Zo simpel is het. We zijn gewoon heel sterk bezig met deze reeks overwinningen in My Team Career Mode. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, als je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. En dan zeg ik het nu wel goed. Dan gaan we verder in Italië.